Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Wat wil je? Naar de les. Naar dansles? Ja. Dat was gisteren toch? Ah. Ja, balen hè. Maar nu gaan we lekker naar school. En Noah? Noah. Noah, kijk! Oh. En het dukkenmaat. Ja, maakt toch niet uit. Zeg maar doei doei, tot zo. Doei. Goedemorgen nogmaals. Ik heb net weer gesport. Ik ga nu dus richting Easy Clinics. Om mijn tanden te laten bleken. Omdat ik dus steeds mezelf dus zo in die vlog zie. Toch 10 jaar gerookt heb, zie ik toch wel dat mijn tanden erg geel zijn voor mijn likings. Naar mijn zin. Dus daar gaan we gewoon nu even wat aan doen. Het stond bij Social Deal, dus ik denk ik ga dat gewoon doen. Ik ga er nu heen rijden, dus... Before. En dan zien jullie zo de after. Joejoe. Misschien durf ik daar ook wel te filmen. Vast niet, maar we kunnen het altijd proberen. Even in de ding zetten en dan gaan we rijden. Tot zo. Ja. Nee, ik ga helemaal niet vinden. Ja. Nou, we zijn weer terug. Het was maar 25 minuutjes. Ik dacht eerst dat ze alle drie achter elkaar gingen. Maar het was wel chill dat het nu in 3 keer, want mijn kaakjes komt niet zo aan mij. En dan hoef ik er dus nog 2. Ik ben very happy with it. Nu terug naar Lelystad rijden en dan even de boodschapjes doen. En dan zien jullie mij zo weer. Oké, home sweet home. Ik heb de boodschappen net al een beetje opgeruimd. Ik kreeg net het berichtje van Rebecca dat... ze niet zo lekker is. Dat ze, nee, niet zo lekker, dat ze echt goed ziek is. Of ik even met Reefje naar de dierentuin wil gaan. Dus dat ga ik zo met een uurtje die kant op. Ga ik even met Reefje naar de dierentuin. Als die met me mee wilt. En dan zien jullie dat straks wel. Ik wil nu eigenlijk niks eten en drinken. Maar ik heb al gefaald. Reefje naar de kinderboerderij. Zijn we lekker aan het lunchen? Krijg je zo frietjes? Ja, hè? Want je wil eigenlijk al naar huis toe, hè? Vind je het nu wel gezellig met Sanne? Oké, ik ook met jou. Was gezellig, hè? We gaan die kant op. Ja, goed zo. Stoere vent. Gaan we nu naar mama toe? Ja. Dan niet meer. Je mama helpen, hè? Ah! Goed hoor. Oké, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. Kindjes zijn de deur al uit. Ik ga me even klaarmaken, want ik ga even een paar uurtjes naar mijn werk toe. Ik ga even mijn make-up doen. En dan ga ik even vragen of ik eerder kan komen. Normaal kom ik pas om 12 uur, maar ja, ik ben er toch al klaar. Dus dan ga ik even vragen of ik nu alvast kan komen. Maar ik ben weer aangekomen op V5. Dus ik ga nu naar werk toe. Hopelijk een paar uurtjes. Dan kan ik nog even naar de stad nog even een pakketje ophalen. Ah, ik ben mijn overchipkaart vergeten. Wat is dat ding eigenlijk? Nou goed. Pakketje ophalen. En dan wil ik eigenlijk even naar de Hunkermuller even de maten weer op laten meten. Het is volgens mij nog steeds bra party. Dus 3e gratis. Dus dat is wel chill. Ik ga mijn camera even hier wegleggen. En even een paar uurtjes naar werk. Jullie zien me straks weer. Oké, ik heb even niet zoveel gefilmd. Ik ging natuurlijk naar werk, toen weer teruggereden. Toen ben ik even naar de stad gegaan, toen was ik mijn camera vergeten. Niet dat ik in de stad durf te filmen, maar goed, ik was hem wel vergeten. Ik ging namelijk even mijn pakketje ophalen. Oké, dus voor de verjaardag van Noah hadden we cadeaubonnen gevraagd. Zodat we dus wat leuke dingetjes konden kopen bij de HEMA. Nou, vond ik het een beetje tegenvallen in de zin van... HEMA is toch best wel prijzig. Ik dacht... valt wel mee, maar goed, ik dacht ik kan daar van die UWV pakjes kopen, maar dan hadden ze er ook maar eentje voor meisjes en die vond ik echt niet leuk. Dan leek ze op zo'n, hoe heet die ijsthee? Die groene ijstheeflessen met die bloemetjes erop. Dus we gaan even kijken, maar wat we wel bestellen. Ik denk dat je dat niet... Dus we gaan even kijken naar wat ik dan wel besteld heb. Ik weet zelf ook eventjes niet meer.
was natuurlijk eigenlijk voor Noah de verjaardag, maar merendeel wat leuk was bij de HEMA was voor Lia. Nou, deze gekocht. Het is een bikini. Eigenlijk had ik altijd alleen maar badpakjes voor Lia, omdat ze nog zo klein zijn en dan vind ik zo'n bikini zo gek of zo. Maar ik vond deze zo schattig printje en ik heb, als het goed is, zit er ook een hoedje bij en nog iets wat erbij matchte. Dan gaan we even kijken. Ah, een rokje, ook voor Lia. Heel schattig. Maar voor zomerdingen dan vind ik jurkjes voor Noah nog net een beetje te irritant. Want, tenminste te irritant voor haar, want ze kruipt nog. Ze kan al wel lopen, maar nog niet echt dat je denkt van nou, gaan we jurkjes aantrekken. En als ze kruipt zit het eigenlijk alleen maar in de weg. Kijk, volgens mij, deze is wel voor Noah. Ik heb wel een 80 besteld en eigenlijk wel een beetje te groot, maar we gaan over een maand. Ik denk nou ja, straks krijgt ze opeens een groeispurt en past ze er niet in. Dus dan kan het beter iets te groot zijn. Oh, dat is wel een jurkje. Nou, spreek ik lekker mezelf tegen. Maar is een jurkje. Ik vind dat wel heel schattig. Met zo'n broekje erbij. Dat is wel lekker. Dan kan gewoon dit aan met een rompertje. Ja, het is wel schattig toch. Maar het is niet handig. Leuk dat ik het zelf ook net helemaal zit af te kraken en daarna toch gekocht heb. Even kijken. Dan kocht ik bootschoentjes maat 21. Dan moet ik even kijken straks bij Noah of ze dat al past. Oh. Wel echt schattig. Zo klein. Zo op je hand. Ah. Heel leuk. En ik heb ze ook voor Lia, als het goed is. Ik had ze niet voor Lia, denk ik. Oh ja, ik had dus voor bij die bikini dus ook slippertjes. Het kind van mij is dol op slippers. En de vorige die waren eigenlijk alweer te klein. Dus heb ik nieuwe gekocht en passen dus erbij. En het petje, het bijpassende petje. Kocht ik ook van die kleine reisflesjes. Kocht ik nog kleine broekjes. Het is allemaal klein. Korte broekjes. Een blauwe voor Lia. En een donkere voor Noah. Badhanddoek. Lia vindt natuurlijk ook regenbogen helemaal fantastisch. Dus ik kocht voor haar badlaken. Dat is wel straks makkelijk voor in Turkije. Oh ja, en zo'n set met rompertjes. Dat zijn deze. Met zo'n leuk, wat heb je dat zien? Met zo'n ripstofje. En dan een beige, een lichtroze en een bruine. Ik dacht ook, want dan kan het ook weer leuk met die. Met die. Zo goed in. Met die. Nou, met dat. Bedenk het zelf maar even. Even kijken. We hadden nog twee flesjes. Ja, die waren wat duurder. Daarom had ik die andere had ik dubbel gekocht. En deze dacht ik, nee, even kijken waarom deze dan. Oh, is echt een heel ander materiaal. Oh, dat is gek. Oh, dat is echt van dat siliconen. Dit is gewoon plastic. En dit is echt van dat siliconen spul. Ook heel grappig. Dus dan kan je echt zo squeeze erin. En ik kocht dit. Dat zijn van die watersplashballen. Kun je mee gooien. Ik denk dan heeft Lia wat voor bij het zwembad. Ik moet wel nog even een beetje vermaak voor haar hebben. We zouden dus eerst heel vroeg terugvliegen. Om 8:00 AM. En dan dus nog 1,5 uur vanaf het hotel rijden. Dus ik denk, oh dan moeten die kinderen er 's nachts uit. Volgens mij vliegen we nu later om 10:30 of zo. Maar we vliegen heen ook later. En ook echt een stuk later. Dus dan komen we pas rond 8:00 denk ik in het hotel aan. Dat zijn low-cost carriers. Dan heb je dat probleem. Nou, dat was het weer even. Ik ga even shawarma bakken. Tim haalt de kinderen. En dan gaan we lekker het weekend in. Morgen gaan we trouwens barbecuen met mijn ouders en mijn zus. En haar huisgenoot. Ik denk dat die ook komt. En dan gaan we even langs de tulpenroute. Dus dat is ook wel leuk om te laten zien. We hebben toen die foto's wel met Lia gemaakt. En dat jaar daarop hebben we ook wel foto's gemaakt. Maar zijn we niet echt de tulpenroute gaan rijden. Volgens mij was dat toen niet vanwege corona. En vorig jaar, toen was Noah net geboren, dus toen hebben we het ook niet gedaan. Dus dat is wel leuk. Dan kunnen we weer even foto's maken tussen de tulpen, waar het mag natuurlijk. Ja, ik ga even het eten klaarmaken. En dan zien jullie mij zo. Doei. Maar goed, mand. Goed zo, Noah. Lukt het ook wel op eventjes? Goedemorgen. We gaan lekker aan de sport.
steeds even de beelden terugkijken. Of dat winddingetje. Ik wijs hem steeds aan. Dat winddingetje nou een beetje helpt tegen het windgeluid. Of dat je me alsnog totaal niet verstaat. Ik ga er nu even naartoe, want ik ben alweer iets te laat. Maar ik kon weer iets niet vinden. Zo'n... Ja, nee. Ik kon iets niet vinden. Oh, mijn ring. Nou, ik heb gisteren mijn ring afgedaan. Dat is heel gek. Want... Na het sporten powerplay. Hier durf ik, want hier is niemand. We gaan straks tulpenroute rijden. Tenminste, straks pas na het avondeten. Ze wil per se weer die Elsa jurk aan. Ik ga echt proberen straks dat ze wat anders aan trekken. Ik word helemaal gek van de jurk. Maar ja, zij is er blij mee. Noah is ook weer wakker. Hè? Meteen een ander stemmetje opzetten. Hé! Hey. En de... De grootste. Ze kunnen zeggen wat ze willen, maar de olifant, die heeft de hele land. Hoi, applaus voor jezelf. Ik weet niet wie dat nog meer altijd doet, dus je gaat barbecuen, zelf je kip marineren. Dat is heel makkelijk. Ik doe het eventjes voordat het ingetrokken is. Maar ik vind het echt een stuk lekkerder dan die kant-en-klare uit de... Heel mijn koelkast stamp is vol. Ik zei ook, kom thuis met de... Oh, dan ben ik weer vergeten appelstroop te halen. Nou, ik zei al tegen mijn man van... Leuk dat ik die boodschappen heb gehaald voor de barbecue. Ik zeg maar... ik zou niet weten waar ik het moet laten. Maar het ligt er redelijk allemaal in. En ik zag dit bij de Jumbo. S'moresdip. Volgens mij zitten de chocolaatjes onder. En dan kun je hem zo op de barbecue zetten en dan lekker met die koekjes dippen. Lijkt me heel lekker. Twee bakjes van gehaald. Nou, ik ga de kip snijden en dan ga ik even de marinade. Ik zal zo even laten zien wat ik altijd in doe. Oké, dus we hebben peper, we hebben ketchup manis. Haal deze ketchup. Dit is lekkere ketchup. Knoflook. Ik doe twee teentjes, maar kan meer, kan minder. Ik had nu shallotjes in huis. Soms doe ik een uitje. Maar ik heb nu een shallotje. Hier de kip al gesneden. Dat snij ik meestal best wel klein. Niet te klein, maar anders duurt het zo lang op de barbecue. En 5 spices er een beetje doorheen. Daar moet je mee uitkijken, want dat is anders echt veel te heftig. En een scheut olijfolie. Ik heb nu alleen de spray. Ik heb geen normale olijfolie. Gaat die goed? Moet dat met zoveel gekreun? Volgens mij doe ik soms ook gewoon een beetje van deze er doorheen, omdat het kan. Maar dat ga ik straks even kijken of ik dat ga doen of niet. Volgens mij is dat het enige wat ik erin doe. Tadaa! Nog wel even de stokjes moet ik in het water leggen. Want anders verbranden ze op de barbecue. Ik probeer er nu wat vaker niet te negeren, maar niet om elke piep en scheet op te tillen. Want dat doe ik dus altijd. Dan maak je je eigen leven vrij zwaar mee, hè? Wil je kijken wat mama aan het doen is? Ik denk dat ik ook nog een beetje oestersaus, sojasaus erin gooi. Ja, een beetje sojasaus gooi ik er nog in. Daarom, ik doe altijd maar een beetje wat erin gooien. Maar we hebben nog nooit commentaar gehad, dus... Ja, wat zie je? Oh, je ziet brood. Ik ga het even snel afmaken. En, het ziet er nou echt smerig uit trouwens. Hi, wat kom jij doen? Wil je ook zitten daarop? Ja. Spijt elf. Nou, ik ga even verder. Weet je hoe ik opeens bedenkt? Gember, een beetje gember nog erin. Gember, grasbegember. Zus wil niet naar buiten, hè? Zal ik je er even in zetten? Dat is mooi, hè? Ja, daar ga je spijt van krijgen. Zand scheurt de maag, zei mijn moeder altijd. Lia wil niet mee naar buiten. Gelukkig deze wel. Oké, okay, sorry voor mijn buiten adem zijnde. Ik heb bijna al het eten voorbereid. Ik ga nu nog even in de tuin zitten. Ik zei net al tegen mijn man, ik ben even helemaal drained. Dan ben ik emotioneel, opeens heb ik zo'n blokkade en dan ben ik ongeduldig naar de kinderen, naar hem, naar mezelf.
Hij komt er straks visite en dan moet ik, tenminste, het is gelukkig mijn zus en mijn ouders, maar dan kost me dan zoveel energie. Maak ooit nog wel even een keer een video over hoe of te wat. Maar ik heb toevallig volgende week, nee, we leven nu op zaterdag. Aankomende zaterdag heb ik een therapiesessie. En dan gaan we een trauma behandelen. Dus ik denk dat ik daar ook wel een beetje tegenop aan het hikken ben. Hoe dat gaat vallen en hoe dat verwerking gaat. En of ik er überhaupt wat mee kan. Maar goed, ik ga even een koffietje drinken in de zon. Die nu natuurlijk net weg is. Ik heb al wel flowery dress on. Maar goed, jullie zien we zo weer. Ik moest een beetje veel doen, dus ik heb niks vastgelegd. Maar dit wel. Wij doen altijd kokos. Rasper door de saté saus. Tip van Flip. Doe er wat mee. En schoolfoto's van Lia. Kijk nou. Dat is Lia. Toen was ze niet iets ouder dan 1. Dit is de nieuw. Volgens mij heb ik dit al gedaan. Maar goed. Joejoe. Mand. Ik zal even het eten laten zien. Ik moet even leren om die... Ik heb zo'n... Het zit er grappig in. Zo sticky hier waar je misschien wat steviger mee vast kan houden. Maar het ligt boven. Ja, ben je lekker in de voortouw deze plastic? Ja, ik heb het aan de laag. Dat is munt. Hier. Wel munt. Maar ja. Die is uitgelopen. Oh. En dan mag ja, want ik dacht hij was dood. Nee, die mag niet. Was het lekker, Lia? Lekker gegeten? Oké, precies niks gegeten, maar goed. Kijk. Nou, volgens mij is de frikandel ook. Wat geef jij dit restaurant? Nou, weinig krijg ik. Het is dat het gratis is, zeker. Dit was de chef. We gaan nu. Brenda zit in een andere auto, lieverd. We gaan nu tulpenroute rijden. Het was echt één geoliede machine hoe wij de deur uit gingen. Het was echt. Zelden zoiets soepels meegemaakt, toch? Zeker, zeker. Wij hebben alles al voorbereid, alles netjes in tassen. En dan gaan we heel rustig en geduldig de deur uit. Ja. Dus, ja. Dat happen. Nou, hopelijk zijn de tulpen mooi. Foto schieten. Gaan mensen toch wel heel ver alsnog in dat tulpenveld, hè? Dat mag niet. Ze zijn er weer. Mooi, hè? Lia, vind je het ook mooi? Behind the scenes. Gaan we bij de Noah zitten? Hoi, Toetie. Wil je er niet bij zitten, Lia? We hebben het geprobeerd, hè? Ja. Ah, we hebben in ieder geval één foto. Vooral zij vond het echt leuk. Hé, hey, was leuk, hè, Lia? Mag ik er nou eentje plukken? Of... Ja, we zitten er wel netjes voor. Anders wordt de boer boos. Maar de rest van de mensen luisteren daar niet heel erg naar. Maar goed. Oh, ik ben aan het filmen. Ik sta ook echt in mijn blote kont ondertussen, maar goed. Kijk, daar zie je een echte professionele fotograaf aan het werk. Zoals het hoort. Bij de prachtige tulpenvelden van Lelystad. Mand! Nou, dit was Daaf. Die wil naar je? Naar de bloemen. Wel naar de bloemen kijken. Nee, we gaan nu richting huis. Maar Lia, jij zegt de hele tijd dat je naar huis wilt. En nou gaan we naar huis. Nee. Ik wil naar Brenda. Ja, je wil naar Brenda. Dat snap ik, schatje. Maar Brenda ging nog bloemen kijken. Dat wou jij niet meer. We wouden dus leuke foto's maken. Hopelijk zitten er een paar tussen. Maar we houden het maar bij één veld. Want Lia die was niet te genieten. Maar nu rijdt mijn zus de andere kant op. En dan
wil ze opeens wel bloemen kijken. Ik ga even mijn kind vermaken, tenminste. Oké, dit was chaos alom. Het was eerst al chaotisch om snel nog de deur uit te gaan voor het slaapje van die kinderen. Toen waren we daar eindelijk en toen wou Lia niks. Ze was alleen maar aan het schreeuwen. Ja, en als een kind niet wil, dan wil ze niet. Dus wij weer in de auto, denk nou, dan hebben we één veld, we hebben een paar foto's. Geen één, denk waar Lia leuk op staat, maar goed. We hebben ze voor dit jaar. Rijden we terug naar huis en dan gaat Brenda natuurlijk wel naar die andere tulpenvelden toe. Ik wil bloemen zien. En nou wil ze ook weer niet naar bed, want ze is echt kapot. Ik ben overprikkeld tot de max. Kapot. En we hebben nog heel veel op te ruimen. Maar ik ga zo eerst even richting Rebecca, even daar de poezen eten geven en even aandacht geven. Ik kan misschien even tot rust komen. Dat gaan we nu eerst even doen. Dat doe ik alleen het afsluiten, nu doe ik het ook. Ik ben echt helemaal brain dead adult. Het is dan zo gezellig, maar het kost me zoveel energie. Oké, ik zie jullie zo. Hallo poezenkindjes. Ach. Woep, sorry. Ik ben je boot. Oh, kom op mijn vinger. I don't like that. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. Hadden niet zoveel op de planning staan. Ik had gisteren dus al gezegd dat ik een beetje op was qua geestelijke energie. Nogmaals, ik ga er nog een keer op in, maar... Ik wou vandaag eigenlijk gewoon even alleen wandelen, want morgen dan is altijd mijn dag met de kindjes. En daar kan ik dus heel erg van genieten, maar als ik me zo voel, dan zie ik er ook weer ergens heel erg tegenop, omdat het veel energie kost. En mijn man heeft morgen ook een training, dus die is pas laat thuis, dus dan moet ik ze ook allebei zelf op bed leggen. Mijn ouders zijn op vakantie. Hoort er allemaal bij, maar ik zie er dan nu even tegenop, dus ik wil straks even een... Goed rondje, even een uur, anderhalf uur, gewoon even buiten. Even wandelen, alleen, zonder kinderen. Maar we hebben dat rommelige hoekje nog beneden. Dus we willen eigenlijk, we gaan nu eerst even naar de IKEA. Om even kijken of we dat meteen mee kunnen nemen. Want dan kunnen we dat even rustiger maken. En dat gaat natuurlijk ook al schelen. Ik zou niet weten waar dat mee gaat schelen, maar dat ziet het er wat rustiger uit. Ik weet ook niet of het meteen kan zijn. Wat ik nu vorige keer zag, waren het allemaal witte kastjes. En we hebben beneden best wel veel zwarte. Dus dan is het gek als er opeens twee van die hoge witglans kasten staan. Dus dat gaan we even navragen. Maar dan gaan we dat nu eerst even doen. Want anders dan ben je 's middags in de IKEA en dan is het zo stervensdruk. Dus ik ga even mijn lens in doen, even een BH aantrekken. En dan zien jullie ons zo. Kom. Even een dekentje. Ja, dat is zonne. Ja. Deze ging niet slapen in de auto. En nu weer niet, hè? Ik denk doorlopen, hè? Hier slapen. Jij hebt al je nieuwe plek uitgekozen. Lia denkt dat ze thuis is. Klaar. Klaar? Oeps. Ga ik doorheen. Terug. Zo. Oh, je hebt je jas ook uitgekozen. Anders doe je jas ook even in het mandje. Kijk, doe maar zo. Dat is niet goed, papa. Jij moet hem tillen. Oh nee, het mag. Het mag. Ja? Het werd goed gekeurd. Ja, we gaan weer verder. We gaan weer verder. Oh, deze ging precies niet slapen. Ik heb een pleister. Ja, je hebt een pleister. Ik heb een pleister. Ik heb straks een pleister. Gaan we vliegen? Ja. Zeggen we dat we er zin in hebben. Nou, dit wordt prachtig. U ziet het. Dit is het begin. Lia, wat heb je vast? Ja. Ja, je hebt de boor al, hè? Gaan we deze even in elkaar zetten om daar het hoekje wat mooier en wat rustiger te maken. Zoals ik al ooit een keer gezegd heb. Maar wij gaan weer op een dag naar de IKEA en dan moet alles weer gedaan worden. Maar goed, zie achter je hoe het er nu uitziet. En dan zie je straks hoe het... Bord. Bij het grote rondje twee schroeven erin. Oh, zoveel zin in.
Hey, ja. Wat heb jij net allemaal gedaan? Deze is nog mooi. Ja, die heb jij mooi gemaakt, hè? Je ging aandrukken. En? Draaien? Ja. En met mijn vinger. Met je vinger, hè? Grote meid. Tadaa. Die derde die past er niet naast. Ja, die zou daarnaast pas als het keukentje weghalen. Maar daar speelt ze nu nog wel echt mee. Is nog een beetje te klein om hem al op de kamer klaar te zetten. Ja, dat blijft toch een rommeltje, maar dat zijn gewoon te grote dingen. Dus dat blijft er eenmaal bij. Ga jij helpen schoonmaken? Moet het nog even leuk neerzetten allemaal. En we zitten toch te denken om dan hier iets aan de muur, zodat we daar ook nog opbergruimte hebben. Misschien voor potloodjes en papier en zo, als we dat tekenen. Kijk hoeveel zooi die kinderen hebben. De kattenbak hier naartoe verhuisd. Bij het vel, waar het hoort. Nu gaan we even niks doen. Lia gaat even de vloer dweilen, dus dat is wel chill. In de handen mee. Goed. Joejoe. Nou, mijn man wil stoere beelden. Ja, nou ja, ja. Dat is het ene een beetje. Ja, doe dan. Dat was net, ik had net de camera uitgezet. Nou, en dan doet hij heel stoer, maar uiteindelijk is hij alleen maar instructies van mij aan het opvolgen, want hij kan er... Nou, dat is niet helemaal waar. Ik wil jou in je gedachten laten, alsof het allemaal jouw koken komt. Ja. Ondertussen. Ondertussen, ja. Stille motor noemen ze hem ook wel, een hele stille motor. Ja, nou. Want kijk hoe mooi en netjes het allemaal is. En dan op de achtergrond hebben we allemaal zooi. Lekker de korstjes van je zus aan het opeten. Oh, oh, oh. Oh, dit vind ik fijn. Ja. Dank je. Zo fijn als ze helpen schoonmaken. Zo, ik ga de vlog zo editen. Doe iets als de kindjes slapen. En dan ga ik hem dus nu afsluiten. Ik heb hem nu volgens mij 4 dagen gepakt. Dus ik weet niet hoe lang die wordt. Maar dan moet ik zomaar eventjes gaan kijken. Anders excuses voor de lange vlog. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Doe je duimpje omhoog. Dat helpt mij enorm. Heel erg bedankt. En tot de volgende keer. Doeg. Mand.